Goeie avond, dames en heren. Het is bijzonder om te zien dat u met zoveel vanavond naar ons Vrijheidspark bent gekomen om steun te betuigen aan de inwoners van Oekraïne. De titel Vrijheidspark geeft ook een dubbel gevoel. Vanmorgen werd ik wakker met beelden van een raketaanval op het Vrijheidsplein in Kharkov. De raketten waren verwoestend. Het geeft een ontzettend machteloos gevoel. Het is een bijzondere tijd. Want terwijl we allemaal opkrabbelden uit de COVID-pandemie en genoten van onze hernieuwde vrijheid, werden we opgeschrikt door lafhartig en gewelddadig Russisch optreden in Oekraïne. Oekraïne klinkt voor velen van ons ver weg. Maar toch ligt de grens van Oekraïne vanaf Winterswijk gezien even ver als populaire bestemmingen als Rome of Barcelona. Als je dat beseft, komt het oorlogsgeweld ineens heel dichtbij. Je zou bij wijze van spreken de kanonnen kunnen horen donderen. Een ongekende situatie in 2022. Vanavond staan we hier, eensgezind, om net als vele andere duizenden mensen overal ter wereld, die met overal ter wereld met blauw-gele vlaggen staan, ons uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne. Jong en oud, mensen van alle politieke gezindten en uit alle windstreken, inclusief Oekraïnse en Russische staatsburgers, die met één stem wereldwijd allemaal hetzelfde zeggen. Midden in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen staan hier op het Vrijheidsplein ook vertegenwoordigers van de Winterswijkse politiek om eendrachtig met elkaar een vuist te maken tegen het geweld. Afgelopen donderdag werd een raadsbreed ingediende motie aangenomen waarin ook de Winterswijkse gemeenteraad zich achter de inwoners van Oekraïne schaart en het geweld van de Russische Federatie afkeurt. Winterswijk veroordeelt de brute Russische inval in Oekraïne. Winterswijk veroordeelt deze ongekende daad van agressie tegen een democratisch Europees land. Winterswijk veroordeelt president Poetin. En in gedachten zijn we met elkaar bij al die onschuldige inwoners van de Oekraïne. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Onze gedachten zijn bij al die onschuldige kinderen die met hun ouders voortdurend moeten schuilen in de steden van Oekraïne of op de vlucht geslagen zijn en worden opgehouden aan de grens met Polen. We denken ook aan alle burgers die als vrijwilliger hun land verdedigen. Of aan de moedige soldaten van het Oekraïnse leger. En we kijken vol ontzag naar de moed en vastberadenheid van de Oekraïnse president Zelensky. Zijn woorden in het centrum van Kiev, gekleed in een groen schermvest en omringd door leden van zijn kabinet, zijn onvergetelijk. We zijn allemaal hier, zei hij. Wij verdedigen onze onafhankelijkheid. Winterswijk heeft vorig jaar via de VNG uitwisselingsprojecten gedaan met Popasna en Robisne, twee gemeentes in Oekraïne. Natuurlijk heb ik direct contact gezocht met mijn collega's daar ter plekke om te informeren hoe het gaat. En vannacht kreeg ik twee berichten terug, welke ik u niet wil onthouden. Bedankt voor de steun. Nu is de belangrijkste taak de overwinning. Glorie aan Oekraïne. Het gaat. Hartelijk dank voor uw steun. Ik ben er zeker van dat onze samenwerking en vriendschap niet geschonden mogen worden, zonder rekening te houden met de huidige situatie in Oekraïne. Na vorige week donderdag is het ondenkbare denkbaar en het onmogelijke mogelijk geworden. En deze nieuwe realiteit dwingt ons allen tot stellingname van de politiek, van Nederland en van de hele vrije wereld.
Winterswijkers zijn uiterst bezorgd over wat dit betekent. Natuurlijk voor de mensen in Oekraïne, maar ook voor onze eigen veiligheid en onze eigen manier van leven. Wat daarbij belangrijk is geworden, is gezamenlijk optreden. En ik ben blij dat ik hier vanavond niet alleen sta, maar heet van harte aan mijn collega's uit Vrede, burgemeester Ten Osterdorp, en uit Zuidlon-Eurding, burgemeester Stotke, welkom in Winterswijk. Dat mag best wel geklapt worden. Onze samenwerking in de grensregio is bijzonder. Wat wij hier dagelijks in de praktijk laten zien, is het antwoord op de dreiging van democratie en rechtsorde. Een sterk Europa zal met andere partners in de NAVO de Russische Federatie uiteindelijk op haar knieën dwingen. Laten wij met elkaar in de oudste regio van Europa blijven werken aan het Europa in het klein. En hier met elkaar het goede voorbeeld geven. Afsluitend sta ik ook stil bij de mensen in Winterswijk, die op dit moment nog familie of vrienden in Oekraïne hebben, of waarvan de dierbaren op de vlucht zijn. Speciaal noem ik ook de familie van de voormalig burgemeester van Vrede, Dr. Christophe Holtwies, die ik vorig jaar nog de erepenning van de gemeente Winterswijk mocht overhandigen. We denken aan jullie en staan achter jullie. We helpen waar we kunnen. Beste Winterswijkers, we moeten de Russische agressie, Poetins agressie, een halt toeroepen. En laten we alsjeblieft ruimhartig zijn voor de mensen die op de vlucht zijn. Ik roep u allemaal op. Laten we dat eensgezind, vastberaden en solidair doen. Dank u wel. Ik noemde al dat we ook mensen in ons midden hebben die nog familie en dierbaren in de Oekraïne hebben. En een van die mensen wilde vanavond graag wat zeggen. Haar ouders die zijn de afgelopen dagen ook vanuit Oekraïne naar Nederland gekomen. Daar mag ook wel even voor geklapt worden. En zij willen u graag even toespreken. Het woord is aan Vitalina. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Dank jullie wel dat jullie hier gekomen zijn om Oekraïne, mijn geboorteland en het land van mijn ouders die hier naast me staan, te steunen. Jullie steun zo ruimhartig uitdragen. Dank jullie wel daarvoor. Het oorlogsgeweld voor mij is heel erg dichtbij. Dan hoor je aan mijn stem, dan zie je aan mij als je mij dichtbij ziet of van veraf. Het is wat het is. Ik ben ook maar een mens. Dat zijn mijn ouders die wij afgelopen zondagavond vanaf de grens met Polen gelukkig hebben kunnen ophalen. Ze hebben vreselijke reis doorgemaakt om de grens te halen. Wat wij daar op de grens gezien hebben, het leed van moeders en kinderen, baby's van een paar weken oud, die enorme grote stappen in hun kleine leven moeten maken om veiligheid te zoeken. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Vrede is niet vanzelfsprekend. Dat zijn twee dingen die we met elkaar moeten koesteren. Heel bewust staan bij vrede en veiligheid van elkaar in alle omstandigheden. En zeker tijdens de tijden van oorlog. Ik spreek enorme dankbaarheid namens mijn ouders, namens die mensen die ook over de grens proberen te komen of in Oekraïne zijn, omdat ze heel veel steun ervaren in materiële goederen, humanitaire goederen, die de grens of zelfs net over de grens ook hen bereiken. Dat is zo nodig daar. Morele steun is ook van groot belang en dat is voelbaar in Nederland, buiten Nederland, in Polen, in Oekraïne. Dank jullie wel daarvoor. Ik wil ook enorme dankbaarheid uitspreken voor
hele warme ontvangst van mijn ouders door gemeente Winterswijk, door medewerkers van de gemeente. Enorm dank daarvoor. Voor hen is het contrast met hoe dat allemaal gaat in Oekraïne toe enorm groot. Dank jullie wel. Dan mag ook voor geklapt worden hoor. Ik sta hier ook namens alle Russen en Wit-Russen die in Nederland of in Oekraïne voor Oekraïne vechten. Het is geen oorlog tegen Russen. Er zijn heel veel goede Russen. Het is oorlog tegen agressie van Poetin. Het is heel anders dan tegen Russen of Wit-Russen. Er zijn hele goede mensen die ook Oekraïne steunen in deze moeilijke tijden. Dank jullie wel. Blijf elkaar steunen. Ook als je mensen kent, maar van hen geen hulpvraag krijgt. Alsnog benader die mensen. Vaak is dat schaamte om hulp te vragen. Dat hoor ik om me heen, merk ik om me heen. Probeer naar de anderen toe te stappen, hand uit te steken. En dan komt zeker een hulpvraag daar vandaan. Help elkaar. Dank jullie wel. En probeer ten alle tijden altijd halt toe te roepen tegen agressie, tegen oorlog, tegen geweld van macht. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Dankjewel, namens ons allemaal. Dames en heren, ik vraag u allen om nu een minuut stilte in acht te nemen om met elkaar te denken aan al het geweld wat in Oekraïne plaatsvindt. Na afloop daarvan zal het Oekraïens volkslied klinken en dat zult u deze week nog vaker horen, want het staat ingesteld inmiddels op de automaat van ons carillon. Morgen tijdens de vaste carillonbespeling zult u dat ook horen, dat lied. En morgen om 12 uur zullen alle kerken, wie ik ook van harte danken voor hun medewerking in Winterswijk, morgen van 12 tot 11:45 hun klok luiden als teken van verbondenheid aan de mensen in Oekraïne. Mag ik u nu allemaal verzoeken om een minuut stilte in acht te nemen.
dan zijn we bijna aan het einde van deze bijeenkomst. Zo dadelijk zullen wij als eerste op de rand in het Vrijheidspark allemaal een kaarsje neerzetten. En ik roep u allemaal ook, ik nodig u ook van harte uit om dat ook te doen. Hier beneden of in de buurt van die rand, dat weet ik even niet. Dus op de trap. Hier beneden op de trap staat een doos met heel veel kaarsjes. Ik roep u allemaal op om daar ook een kaarsje te pakken en ze daar op de rand in het Vrijheidspark neer te zetten. Zodat we ook aan iedereen kunnen zien, laten zien dat we ons ontzettend verbonden voelen met al die mensen die op dit moment verschrikkelijke toestanden meemaken in Oekraïne. Ik dank u voor nu allemaal voor uw komst en laten we elkaar alstublieft vasthouden de komende weken. Dank u wel. Thank you.